Hey Kevjoei, welkom weer een nieuwe serie op dit kanaal. En het is niet zomaar een serie, we zijn op de Kingdom Dynamic Map op dit moment. Ik wil graag een nieuwe serie beginnen. Een Kingdom Mysterie serie. Er zijn in totaal 300 mensen op de server, ongeveer 300 hoor, ik weet het ook niet precies, maar 300 mensen op de Kingdom server geweest, die hebben daar gebouwd en dingen gemaakt. En de grap is, met zoveel mensen zijn dus geheim dingen gemaakt, die zijn vergeten door de meeste mensen. Kijk, iedereen weet wel waar Zorkingrad ligt, hier, de hoofdstad van Doria, die moet kijken, het is hartstikke groot, niet te missen, weet iedereen op heel de Kingdom server. In deze serie wil ik met jullie naar de plekken gaan die eigenlijk door bijna iedereen is vergeten. En daarom ben ik ook op de Dynamic Map. De Dynamic Map onthult eigenlijk allemaal geheime dingen aan je, want hij laat het gewoon en dan kun je opeens zien dat daar iets is, of dat daar iets lag. Wat ik ga doen, is ik ga even over de Dynamic Map heen scrollen. Ik zal dat er wel uitknippen, anders wordt het heel saai. En als ik iets vind waarvan ik denk, hé, dat is raar, dan gaan we daar naartoe. Ik heb een tijdje over de Kingdom Map zitten scrollen en toen heb ik iets gevonden. Kijk, hier in de buurt van Tarsus. En Nieuw Antioch, leuk, we hebben tegenwoordig vlaggetjes namelijk op de map staan, ligt Mysteria. En hier in Mysteria is altijd al een bijzonder kingdom geweest. Maar hier hebben ze dit. Kijk, dit hier zo is een soort van bos wat donkerder is dan de rest. En het komt waarschijnlijk omdat het een swamp is, maar het is ook super dicht begroeid. En ik wil daar gewoon gaan kijken. Zo, we naderen de kust van Mysteria. En als het goed is dit de main road die naar de hoofdstad leidt. En dit is volgens mij ook verzakt. Alles tegenwoordig in de kingdom is verzakt, zeker bij zand in de buurt. En dat komt door die endermans, maar hier zijn ook cobblestone stairs verzakt. En dat snap ik niet helemaal. Daar is de stad natuurlijk. En wij gaan hier naartoe, naar het bos. En het leuke is, we gaan sowieso iets vinden. Dat kan ik zeggen, omdat als ik deze video namelijk niks vind, dan ga ik hem ook niet op Yui plaatsen. Dus als je dit ziet en het hoort wat ik nu zeg, dan heb ik sowieso iets gevonden. Dan heb je al een kleine spoiler dat we er iets cools gaan vinden namelijk. Even kijken, dus ik kan gerust zeggen dat we iets gaan vinden. Want als we niks vinden, dan zend ik deze video toch niet uit. Even kijken, we gaan hier eens even rondrennen door dit bos. En ik denk zelf dat het gewoon een tree farm is die uit de hand gelopen is. Want Mysteria bouwt heel veel met hout. En het is sowieso geen natuurlijk bos. Het is veel te dicht op elkaar geplant. Waarschijnlijk is het gewoon een tree farm die niet gegroeid of niet geplant is. Of niet gehakt is. En ik zie wel redstone fakkeltjes hier. Er zijn beesten over. Er zitten heel veel creepers en zo hier. Mijn zwaard erbij pakken. Ook heel donker natuurlijk. Maar we hebben wel iets gevonden hier. Ik pak de kruisboog. Oh, die is niet opgeladen. Ik ben een beetje bang voor creepers, want die killen heftig in de kingdom. Ik weet niet waarom ze zo sterk zijn in de kingdom, maar het is wel echt wel een feit, laat ik het zo stellen. Die one-hit shot die je... Kijk, hey, goud, dat vind ik altijd leuk. Goed, maar terug waar we mee bezig waren. Er zijn hier allemaal dingetjes. Ik wil eerst naar buiten kijken. Er is hier blijkbaar dus een soort van ruïnetje of zo. Met hout, het is echt gedecoreerd. Het is ander hout dan die is. Met fakkeltjes. En hier is een soort van kamertje. Wat is dit? Een slaapkamertje. Oh, dit is gewoon een lampje. Zit dat in de kist misschien? Niks. Oventjes. Hier kun je craften. Het ziet eruit alsof het een soort van Mysteria. Wat is het? Een kamertje. Een huisje. Heb je nog eens een lijvertje? Oeh, een geheime kamer. Oeh, dit is wel heel cool. Spannend. Eens even kijken. Waar gaan we naartoe? Ik kan wel een lampje erbij pakken. Hier is het heel donker. Daar gaan we in. Wil ik deze overhaal? Oh, sick. Gaat een soort van, het is een soort van... Wat is het? Het voelt als een soort van TL-balken die aangaan. We gaan het doen. Ik ga even mijn kruisboog op laten zien. Een creeper aan de verte. Is dat een creeper toch? Ja, het is een creeper. Heel vervelend. We gaan het dan doen. Ik ga even in de koelheidsmode, zal ik maar zeggen. Dat is altijd mooi om te zien. Eventjes korter uit. Anders dan kan ik niet bij mijn fakkel komen. Ik moet even mezelf voorbereiden om hier het koel te filmen namelijk. We gaan het zo doen. Zo, deze kan ik in F1-mode. Dan kan ik gewoon kijken. Wat is dit? Generator room. Voor bij stroomuitval. Oké. Het is een soort van stroomding. Wat is dit? Dit is de generator die aangaat. Oké. En dit is
universele room. Hoe zeg ik dat goed? Hier een soort van kamertje. Dit is een soort van... ik weet het niet wat het is. Het is wel cool trouwens. En hier kan je dan omheen staan. Wat is dit? Oh, dan gaan de lampen uit. Nou, laat ze maar uit dan. Wat is dit nog meer? Uit. Er zijn wel heel veel dingen hier. Het is echt heel lang, een heel lange gang. Winteronderzoek. Lampje uit. Dat maakt extra cool namelijk. Extra cool. Licht. Deze schakelaar doet niks dus. Ik dacht misschien is dat weer zo'n lichtflits. Wat is dit? Gaat hij hierop? Ja, dat kan met alles dus. En dit is zeker een witte skul. Oh, sommige lampen zijn kapot. Dit is niet overal. Het is een oude bunker, denk ik. Oké, nu moet ik eventjes opletten dat ik hem doodschiet. Voor ik zelf neerga. Headshot. Kijk, klik. Maar zo. En verder. Oké. In F1 mode, dat is cooler. My house, bunker V5. Bunker, vijfde bunker. Oh, het is echt donker hier trouwens. Oh, en een skelet. Ik heb een licht nodig. Licht. Ik ben gek op shaden, maar dat is zo donker. Dat zal wel het lichtschakelaar zijn. Die heb ik ondertussen wel door. Dat het zo, dat het hier ongelukkig heel veel lichtschakelaartjes hangen. Wat is dit nog meer? Hier kan je naar beneden toe. Dit is gewoon een huis of zo. Linkje erbij. Dit is een Samsung HD LED TV scherm. Misschien moet ik eens even opzoeken wanneer die televisie hip was in de tijd. Want dan weet ik ook wanneer deze gebouwd is. Want dit is waarschijnlijk al, weet ik veel, ergens tussen 2013 en 2015 is dit gebouwd. Super cool. Lichtflits. Uit. Ik vind het wel cool. Ik moet ze ding ook in Lucia maken, joh. Een soort van, wat zijn het? Van die, het is een lichtschakelaar. Dat geeft een heel vet effect. De Pozioneer 6000. Deze was ook alweer een lichtflitser hebben. En een creeper. Oh, en een creeper. En een creeper. Oh, ik ben bijna dood. De creepers zijn veel te sterk in de kingdom. Dat is niet oké, jongens. Ik moet echt... dit maakt het nog erger dan dit ga helemaal lap. Oké, we gaan er weer in. We zoeken weer naar lichtschakelaar. Dat maakt het namelijk cool. Lichtschakelaartje, hier is die. Oh, ik ben echt vreed. Oh, dat is een automatic brewer. En dan kan je... Zit er ook wat in? Nee, er zit niks in. Wel vet. Zo'n automatic brewer altijd, vind ik. We gaan door. Oh, een vleermuis. Ik maak kapot. Mysteria Jill. Is een lichtschakelaar, denk ik. Oh, dat is geen lichtschakelaar. Wat zou dat dan doen? Ik heb geen idee. Maar hier kan je iemand opgesloten zijn uit een bad. Wel een luxe jail, als ik eerlijk ben. Maar het is een jail, echt. Ik wou zeggen, dat hebben ze allemaal, dat glas ernaast. Ik dacht, misschien zat alleen bij de jail. Dit is dus gewoon een jail. Oké. Okay. Pak al weg. Overlegkamer. Zitten er beesten hier? Ja, één. Ik moet, het is een nachtmerrie op zichzelf. Ik had er maar geen beesten hier gezeten. Oké, dan gaan we eventjes kijken. Zit hier weer een lichtschakelaartje? Die lichtschakelaars moeten ze wel wat meer bij de ingang plaatsen. Anders hebben we niet zoveel zin. Wel vet. Het is een soort van, hoe zou ik het zeggen? Een kamer waarin ze overleggen. Met diamonds in de stoelen. En er is duidelijk één hoofdzitter. Cool. We doen het licht weer uit trouwens, want dan spannen misschien de beesten hier in plaats van bij mij. Wat is dit? De nieuwe upcoming metro. Oké, die is nog niet af en dat is gewoon... Het zal een heel diep gat naar beneden zijn. We gaan even kijken, want ik wil het wel zeker weten. En we zijn nergens. Daar was ik al een beetje bang voor. Want er stond dat hij nog gebouwd moest worden. Dus nu moet ik weer terug naar boven toe. Oh, we zijn er. We zijn er gelukkig. Dit is een verrassend lange, diepe metro. Laat ik het zo stellen. We gaan door. Wat is dit? Room X. Do not enter without permission. Oké, dat vind ik wel weer cool. Oh, gelukkig. Ah, de lichtschakelaar zit een keer hier. Wat fijn. Dat is echt een aangename verrassing. niet ontvriezen. Gevaar voor de maatschappij. Niet ontvriezen. Maar,
Het is water, het is water. Het is ontvriest. Wat zou Room X hebben gehouden? Ik vind het wel vreed. Dit is een soort van geheime laboratorium. Of een geheime bunker met allerlei geheime dingetjes erin. En er is iets geheims ontsnapt. En allemaal, dit zal technologie moeten zijn. Wat cool. Dit vind ik wel vreed. We naderen de laatste kamer. Mysteria items. Oké. Licht. Ja, toch cool die lampen. Wat hebben we allemaal? Oh, echt spullen ook. Matjas en legerschep. Hij zet sharpness op zelfs. Een boog. Met geen bijzondere dingen. Star Fury. Sharpness 6. Dat is natuurlijk echt iets magisch wat alleen Mysteria kan. Als enige kingdom. Een sword given bij Mysteria King. To those who prove it to be friends. Oké, dus dit is een zwaard wat gegeven wordt aan kingdoms. Of aan koningen. Of aan andere mensen van een kingdom. Als ze goede vrienden zijn. En hij heeft ook heel weinig durability. Dus waarschijnlijk als hij weggegeven wordt. Dan, hij is wel sharpness 6, maar je kan er maar heel kort mee. Hij heeft ook Fire Aspect 3. Wat ook niet normaal is. Dat is wel interessant. Zijn er nog meer dingen? Vergeet ik daar nog iets? Ja, er was nog meer. Mysteria BT9. Flame. Power. Er zit 5, 6, 7. Punch 3, dat is ook niet onnormaal. Mysterium Sharpshooter. Ja, dat is net wel een goede boog dit. En er zit... Killer Shovel. Sharpness. Enchanted level. Een schep gemaakt door Dragon Sneeze. Speciaal om mee te trollen. En hij heeft een attack damage van 69. Hoeveel heeft dat zwaard? 10. Werkt het ook echt? Nu ga ik eens even kijken of ik een beest kan vinden. Wat ik kan rampen, rammen met mijn schep. Oké, ik heb overal gezocht, maar ik kan dus geen beest vinden. Dus ik ga zo meteen gewoon de schep lekker terugleggen. Ik ga nog één keer kijken of ik het aan de overkant kan vinden. Kijk, oké, top. Killer Shovel, go! Oké, ik heb wel het gevoel dat die werkt. Dat de sharpness effect echt werkt. Dat ik ram in één keer zo'n beest neer met deze sharpness. Het werkt denk ik wel. Het werkt echt. Het staat er ook, ja, hier. Het staat er ook onder. Als je hem handelt, dan heb je, hij zegt ook echt een onderste info. Dit is wel een vet ding. Dat is gewoon overpowered. Je ramt mensen ook in één keer neer. We gaan het licht eruit doen blijkbaar. Oké, ik heb blok licht uitgezet. Wat een fantastische vondst is dit. Even een hapje eten. Wat een fantastische vondst. Zo te zien was er ook nog meer in aanbouw. Want dat kan nog hier meer komen. Maar wat een vondst. Ik ben echt absurd blij. Met deze geheime ontdekking. Ik hoop dat jullie deze video ook leuk vonden. Want ik heb er nog meer gepland. We gaan natuurlijk wel het licht uitzetten. Dat was wel cool. Kijk dan eventjes. Eerst dit ding even weg. Zo. Kijk dan hoe cool dit was. Ja, vreed. Lampje erbij. Ik hoop dat jullie deze video ook leuk vonden. Ik heb in ieder geval absurd genoten van dit geheime laboratorium. Er zijn meer van dit soort video's gepland. Ik ga meer geheime plekken op de Kingdom zoeken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zo, laat me dan zeker weten. Bij de volgende video weer terug. Bij het volgende geheim wat we gaan ontdekken.